Het was 1907 toen de besturen van de toenmalige Tegelse voetbalclubs Tichelia, Wilhelmina en de Drie Kronen het idee hadden om tot één grote vereniging te komen. En zo zag op 12 mei 1907 de eerste voetbalclub in reglementeer verband zijn levenslicht. De Tegelse voetbalvereniging, kortweg TVV, werd opgericht. Gefuseerd wordt er in de daaropvolgende 4 decennia met onder andere Achilles en TSV, waarna het in 1949 tot de laatste fusie komt. VV Tegelen, Tegelse Herten en Stijl worden één vereniging en Sportclub Irene is een feit. U ziet een impressie van de 100-jarige Tegelse voetbalgeschiedenis, met foto's van niet alleen voetbal, maar ook kampioenschappen, jubilea, accommodaties en nog veel meer facetten van onze vereniging. En verder ook foto's van de activiteiten in het jubileumjaar.